COVID-19 maatregelen van vrijdag 19 juni 2021 tot en met maandag 5 juli 2021. Van vrijdag 18 juni 2021 tot en met maandag 5 juli 2021 gelden de volgende maatregelen. Maatregel 1, de algemene maatregelen. Het dragen van mond- en neusbedekking buiten het eigen huis is verplicht, met name bij het betreden van ruimte. Neem de 1,5 meter fysieke afstand, de zogeheten COVID-19 afstand, altijd in acht. Was regelmatig uw handen met zeep en water of gebruik een hand sanitizer. Het wordt zeer dringend geadviseerd om thuis te blijven en slechts voor noodzakelijke werkzaamheden, medische noodgevallen of het doen van noodzakelijke boodschappen uit huis te gaan. Maatregel 2, het uitgaansverbod. Het uitgaansverbod is gedurende de week van maandag tot en met zaterdag van 6 uur in de avond tot 6 uur in de ochtend. Voor de duidelijkheid mag men gedurende deze periode van 6 uur in de ochtend tot 6 uur in de middag zich begeven op de openbare weg. Op zondagen en daaraan gelijkgestelde vrije dagen gedurende de periode 18 juni 2021 tot en met 5 juli zal er een volledige lockdown zijn. Het betreft de volgende dagen, 20 en 27 juni en zondag 4 juli. Donderdag 1 juli is gelijkgesteld aan de zondag en derhalve geldt dan ook de total lockdown. Hierna volgend de gedetailleerde uitwerking van het uitgaansverbod. Vrijdag 18 juni, 6 uur 's avonds tot zaterdag 19 juni, 6 uur 's ochtends. Zaterdag 19 juni 2021, van 6 uur 's avonds tot maandag 21 juni 2021, 6 uur 's morgens. Zondag 20 juli geldt de total lockdown. Maandag 21, dinsdag 22, woensdag 23, donderdag 24, vrijdag 25, dagelijks van 6 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens. Zaterdag 26 juni 2021 van 6 uur 's avonds tot maandagmorgen 28 juni 2021, 6 uur 's morgens. Zondag 29 juni geldt de total lockdown. Maandag 28 en dinsdag 29 dagelijks van 6 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends. Woensdag 30 juni, 6 uur 's avonds tot vrijdagmorgen 2 juli, 6 uur. Donderdag 1 juli geldt de total lockdown. Vrijdag 2 juli, 6 uur 's avonds tot zaterdagochtend 3 juli, 6 uur. Zaterdag 3 juli 2021 van 6 uur 's avonds tot maandagochtend 5 juli om 6 uur. Zondag 4 juli geldt de total lockdown. Gedurende het uitgaansverbod op de aangegeven uren mogen slechts de essentiële diensten en de personen in het bezit van een dispensatie of die zich geregistreerd hebben via het ministerie van Justitie en Politie zich op de openbare weg begeven. De controleposten voor beweging van personen op diverse plekken blijven gehandhaafd. Op strategische controleposten, met name van en naar het zuiden van het land, zal er tevens worden getest op besmettingen. Binnenlandse vluchten zijn uitsluitend toegestaan voor cargo, repatriatie van gestrande passagiers en voor medische noodgevallen. Commerciële binnenlandse vluchten voor regulier passagiersvervoer zijn niet toegestaan. De grenzen via land, water en lucht blijven gesloten voor personen, tenzij om dringende redenen toestemming wordt verleend door het COVID-19 crisismanagementteam. De door het Outbreak Management Team goedgekeurde en uitgevaardigde COVID-19 preventieprotocollen worden gerekend tot instrumenten van controle vanwege de bevoegde autoriteiten. De minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking zal in gesprek blijven met de buurlanden over de wijze van samenwerking bij de grenzen. Maatregel 3, het samenscholingsverbod. Het is verboden deel te nemen aan een groep van meer dan 5 personen. Uitgezonderd zijn de Nationale Assemblee, de regering, de staatsraad en personen uit de zorg, veiligheid en essentiële diensten. Voorgaande is niet van toepassing op groepen die enkel bestaan uit personen die een gezin of huishouding vormen en kinderen beneden de leeftijd van 12 jaar. Degene die zich bevindt in een groep als bedoeld in lid 1
is verplicht op een daartoe strekkend bevel van een geuniformeerde agent van politie direct zijn weg te vervolgen of zich in de door hem aangegeven richting te verwijderen. Bijeenkomsten voor werk en sectoren of activiteiten waarvoor een preventieprotocol is, zijn toegestaan. Het is verboden om feesten met inbegrip van huisfeesten te houden. Bijeenkomsten voor rouwzittingen en uitvaarten zijn toegestaan, uitsluitend indien en voor zover niet meer dan 10 personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn, indien de ruimte 1,5 meter afstand toelaat en met inachtneming van de voorschriften en de preventieprotocollen van de genoemde activiteiten. Uitvaartbedrijven zijn verplicht zich aan te melden bij het COVID-19 crisismanagementteam. Gebedshuizen zijn gesloten. Thuiskerkdiensten waaraan personen deelnemen die van buiten de huishouding komen, zijn eveneens niet toegestaan. Alle sportactiviteiten met inbegrip van contactsporten, non-contactsporten en individuele sportactiviteiten zijn verboden. Het vervoer van personen door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan onder naleving van de geldende protocollen. Uitsluitend taxis van geregistreerde taxibedrijven mogen uitsluitend rijden voor personen die werkzaam zijn in de essentiële diensten en voor noodgevallen. Personen die aantoonbaar mantelzorg verlenen, kunnen dat regulier doen, mits zij kunnen aantonen dat zij zich voor die doeleinden bevinden op de openbare weg. Het is in ieder verboden om alcoholhoudende dranken te gebruiken in het openbaar en of zich onnodig op te houden in de nabijheid van winkels en supermarkten. Maatregel 4. Beperking overheidsactiviteiten. Alle overheidskantoren zijn in deze periode open met inachtneming van de geldende preventieprotocollen en met specifieke instructies van de desbetreffende ministers. Maatregel 5. Beperking commerciële activiteiten. Het is verboden in de periode van 18 juni tot en met 5 juli de volgende voor het publiek toegankelijke commerciële localiteiten of ruimte van welke aard dan ook open te hebben. Nachtclubs, dancings, discotheken en dergelijke, bordelen, bars, restaurants, behoudens de uitzondering in de leden 2, 3 en 4, casino's, gok- en vermakelijkheidsgelegenheden, kansspelkantoren, recreatieorden, sportscholen, yoga- en dansscholen, aerobic, zumba, sport- en fitnesscentra of gelegenheden. 2. In de periode van 18 juni 2021 tot en met 5 juli 2021 is het uitsluitend met inachtneming van de door het ministerie van Volksgezondheid ontwikkelde geldende en toepasselijke COVID-19 preventieprotocollen toegestaan om de volgende voor het publiek toegankelijke commerciële localiteiten of ruimten van welke aard dan ook open te hebben. Alle andere dan de in het eerste lid genoemde commerciële localiteiten van maandag tot en met zaterdag van 6:00 AM tot 5:00 PM. Restaurants en andere commerciële gelegenheden voor het bereiden, afhalen, dan wel leveren van eten op maandag tot en met zaterdag uitsluitend ten behoeve van afhalen en drive-thru van 6:00 AM tot 5:00 PM en op maandag tot en met zondag uitsluitend ten behoeve van bezorging 24 uur per dag. Juridische en financiële dienstverleners zoals advocaten, accountants, fiscalisten, juristen, notarissen, etc. worden dringend geadviseerd om de dienstverlening zoveel mogelijk op afstand uit te voeren, telefonisch, e-mail of videoconference. Werkgevers die open mogen zijn, dienen een functionaris aan te wijzen die moet toezien op de naleving van de algemene maatregelen en de COVID-19 preventieprotocollen op de werkvloer. Maatregel 6. Toegestane grenspassages. De grenzen zijn in de periode van 18 juni 2021 tot en met 5 juli 2021 open voor personenverkeer, mits wordt voldaan aan de voorwaarden en protocollen specifiek geldend voor het desbetreffend land waaruit de persoon rechtstreeks afkomstig is en uitsluitend nadat de persoon
vooraf goedkeuring heeft gekregen van de daartoe bevoegde Surinaamse autoriteiten om af te reizen, waarbij het essentieel karakter van de te maken reis zal worden beoordeeld. Met de achtneming van het gestelde in lid 1 worden in de periode van 18 juni 2021 tot en met 5 juli 2021 uitsluitend de navolgende vluchten toegestaan in het Surinaamse luchtruim. Nederland, Caribisch gebied, Guyana, Frans-Guyana en de Verenigde Staten van Amerika. Outbound en inbound vluchten voor cargo en personenverkeer. Brazilië, Cuba en de Dominicaanse Republiek. Uitsluitend inbound en outbound cargoverkeer en outbound personenverkeer. Haiti, geen personenverkeer toegestaan. Vanuit Guyana en Frans-Guyana zal in de periode van 18 juni 2021 tot en met 5 juli 2021 het goederen- en essentieel personenverkeer te water alleen op woensdag en vrijdag toegestaan zijn. Reizigers die volledig zijn gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2-virus zullen in de periode van 18 juni 2021 tot en met 5 juli 2021 in staat gesteld worden om vanuit Suriname naar het buitenland outbound en vanuit het buitenland naar Suriname inbound af te reizen, uitsluitend indien zij voor in- en outbound personenverkeer aantoonbaar volledig gevaccineerd zijn tegen het COVID-19-virus. Voor inbound personenverkeer in het bezit zijn van een negatief SARS-CoV-2-RT-PCR-testresultaat niet ouder dan 72 uur voor vertrek van de vlucht naar Suriname. En voor inbound personenverkeer, de reiziger wordt geadviseerd om 7 dagen na aankomst in zelf- of thuisquarantaine gaan. Reizigers die niet of niet volledig zijn gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2-virus zullen de periode van 18 juni 2021 tot en met 5 juli 2021 in staat gesteld worden om uitsluitend voor essentiële doeleinden of repatriatiedoeleinden vanuit het buitenland naar Suriname inbound af te reizen. Uitsluitend indien zij in het bezit zijn van een negatief SARS-CoV-2-RT-PCR-testresultaat niet ouder dan 72 uur voor vertrek naar de vlucht van Suriname en na aankomst 7 dagen in verplichte hotelquarantaine onder bewaking gaan. Reizigers die niet of niet volledig zijn gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2-virus zullen in de periode van 18 juni 2021 tot en met 5 juli 2021 in staat worden gesteld om vanuit Suriname naar het buitenland, outbound, af te reizen, mits zij reizen naar hun geboorteland of woonplaats of een land waarvan zij de nationaliteit hebben. De Surinaamse autoriteiten kunnen voor essentiële reizen en of personen uit essentiële beroepsgroepen, expats, diplomaten, overheidsfunctionarissen, medici en zorgpersoneel, vrijstelling verlenen aan de vereisten in de leden 4, 5 en 6 gesteld. Maatregel 7, het onderwijs. Alle scholen en onderwijsinstellingen blijven vooralsnog gesloten. Maatregel 8, beperkingen voor personen in isolatie of quarantaine. Personen jegens wie een maatregel van quarantaine, isolatie of verplicht thuisblijven is medegedeeld of opgelegd, zijn verboden om zich daaraan te onttrekken of zich buiten hun woning of verblijfsgelegenheden te begeven of te bevinden. De regering heeft overleg gestart met religieuze organisaties om na te gaan op welke wijze en onder welke omstandigheden gebedshuizen op een gecontroleerde en verantwoorde wijze opengesteld kunnen worden. De regering doet een ernstig beroep op de gemeenschap om zich strikt te houden aan de voornoemde maatregelen met het oog op maximale bescherming te bieden aan u en uw familie en anderen met wie u in contact mocht treden. De nieuwe maatregelen bieden meer ruimte aan de gemeenschap om zich op de openbare weg te begeven, maar op u wordt een beroep gedaan om zich alleen op straat te begeven indien dat dringend noodzakelijk is. De regering zal de ontwikkelingen wat betreft de zorg en besmettingen nauwkeurig blijven
monitoren en op basis daarvan, indien nodig, de eerder genoemde maatregelen aanpassen.